Nog 2,5 week te gaan. Dan wordt in Almere het WK Triathlon gehouden. Zondag 12 september om precies te zijn. Ja, en er starten ook twee Flevolanders, namelijk Ilona Eversdijk en Milan Brons uit Almere. Ja, Eversdijk is in het dagelijks leven fysiotherapeut. En Han Dijkstra zocht haar op in de behandelpraktijk. In Almere bij Topvorm Fysiotherapie. Ilona Eversdijk doet mee aan het WK Triathlon. Sinds zij fysiotherapeute is, weet ze alles over spieren. En dat helpt haar natuurlijk heel goed bij de sport. Nou, dat klopt hè, Ilona. Je hebt heel veel verstand van spieren, hè? Ja, klopt. En sinds ik fysio ben ik veel minder geblesseerd. En dat is super fijn als atleet, want dan kan je gewoon lekker doortrainen zonder dat je eigenlijk moet stoppen omdat je pijn heb eigenlijk. Ja, want waar moet je rekening mee houden? Welke spieren worden extra belast bij een triathlon? Eigenlijk het meest wordt belast je benen, dus knieën, enkels, heupen. Omdat lopen eigenlijk de meest belastende sport van de drie is. Dus daar moet je eigenlijk het meeste onderhoud aan plegen om ervoor te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. Je zegt onderhoud plegen, wat betekent dat? Wat moet je dan doen? Nou, zorgen dat je na training je spieren losmaakt, zorgen dat ze lang genoeg blijven, zorgen dat je pijntjes aanvoelt om ervoor te zorgen dat het niet zo erg wordt dat je eigenlijk niet meer kan trainen. Je hebt verstand van spieren, je helpt anderen om dat weer dat onderhoud te doen, dat goed te houden, zeg maar. Maar wie doet het dan bij jou? Eigenlijk mijn collega's. En dat is eigenlijk super makkelijk hier natuurlijk. Dus als ik een pijntje heb, loop ik maar even bij een collega naar binnen. En dan wordt het eigenlijk opgelost. Ja, lig je vaak op de bank? Niet meer zo vaak als vroeger. Maar wel qua preventie. Om te kijken van oké, is er wat? Is er een beperking? En dan halen we het weg voordat het eigenlijk iets wordt. Ja, want wat is het nou voor sport? Je moet 3 onderdelen doen, dus eigenlijk het hele lichaam wordt dan belast. Ja. Ja, zeker. Dus met zwemmen worden je schouders belast. Met fietsen en lopen wordt eigenlijk je hele lichaam belast. Dus eigenlijk zie je dat de triatleten best sterk lichaam moeten hebben om eigenlijk die sport uit te kunnen oefenen. Je bent fysiotherapeute, je doet de sport zelf. Ja. Maar als je dat dan niet was geweest, was het dan een slimme sport geweest om te gaan doen? Omdat je toch wel behoorlijk... Nou, ik denk dat je vooral de sport moet beoefenen omdat je het leuk vindt. En ik woon hier in Almere en ik ben als klein meisje hier opgegroeid. En ja, daarom doe ik de sport en niet omdat ik fysio ben. Ik denk dat je altijd de sport kan beoefenen als je je lichaam maar goed verzorgt. Ja, dat is het. Als je het goed doet, dan hoeven er geen blessures te komen. Nou, je zal altijd een blessure krijgen, want het is soms ook een beetje pech. Maar ik denk wel als je lichaam goed verzorgt, dat je minder geblesseerd raakt. Jij gaat dus het WK doen. Ben je helemaal fit? Heb je zelf geen dingetje dat je denkt, Op dit moment heb ik geen klachten, dus dat is supergoed voor het WK. We hebben nog 2 weken te gaan. Dus het is vooral heel blijven zorgen dat je laatste trainingen doet en fit aan de start verschijnen straks. Is dat een puntje, dat je toewerkt naar een wedstrijd en dat je extra voorzichtig bent, dat je juist de spieren anders gaat belasten, dat je daar dus dan anders mee bezig bent? Het is meer dat je ze niet over moet belasten. Dus je gaat nu niet meer super grote sprongen maken die laatste weken van tevoren, dus je moet vooral zorgen dat je heel blijft. Ja, en dat heel blijven doe je door, hoe doe je dat dan? Want ja, je wil ook naar zo'n wedstrijd toe werken. Ja, dat is eigenlijk echt een kwestie van goed voor jezelf zorgen. Zorgen dat je spieren loshoudt. Zorgen dat je kleine pijntjes, dat je er wat mee doet. Niet dat je ermee doorloopt, dat soort dingen. Ja, je hebt nog 2,5 week te gaan voordat die start gaat klinken. 5 minuten yes. Over 7 op de zondag. Wat doe je in die tussenliggende periode? Lig je dan nog veel op de bank? Krijg je nog veel massages? Ik lig niet meer zoveel op de bank, maar ik zorg wel voor... Hoe bedoel dan de behandelbank, hè? Ja. maar ik zorg er wel voor dat mijn spieren los blijven en dat ik op andere manieren er onderhoud aan pleeg. Ja, en hoe doe je dat dan? Vertel dat eens. Ik doe dat sowieso met foamrollen en ik heb zo'n gun thuis. Dat is een soort rol waar je op kan gaan liggen, waardoor er ontspanning optreedt in je spieren. Oh ja, wat je tegenwoordig heel veel ziet, dat ze over de spieren heen rollen. Ja. Is dat dan eigenlijk een vervanging voor een fysiotherapeut? Dat zeker niet, want wij doen echt wel andere dingen. Maar het kan er wel voor zorgen, dat zijn gewoon tools om ervoor te zorgen dat je minder pijntjes hebt en minder ervoor zorgt dat er strakheden ontstaan. Ja. Nu is het WK dus in Almere, jij mag daar starten. Hoe bijzonder is dat je daar in je eigen stad mag starten op het WK?
Ja, heel bijzonder natuurlijk, want zo vaak is er hier geen WK. Er staat zometeen staat super internationaal veld aan de start. En ik denk als Almeerder dat je hier woont en dat je daar aan de start mag staan, dat heel erg bijzonder is. Dankjewel Ilona, hier dus vanuit de fysiotherapiepraktijk. Niet komende zondag, maar dan die zondag, de 12e, dan springt ze het water in om 5 minuten over 7. En wij van Omroep Flevoland zijn daar natuurlijk bij.